Heren, we hebben het nog niet over Fortuna gehad. We zijn op trainingskamp, hè? Turkije, volg je het social media kanaal? Nou, ik wil in ieder geval zeggen dat ik blij ben dat George Ulte een nieuwe club heeft gevonden. Een hele mooie club, met een hele mooie uitdaging ook. Henk de Jong opvolgen, ja, staat voor laatste. Maar dat vind ik wel heel mooi voor hem. Ja, het is wel meteen inderdaad wel een hele lastige, hè? Nou ja, maar knap dat hij erin stapt. Maar dat zegt ook wel iets over, blijkbaar toch, de kwaliteiten van Ulte, zeg ik altijd, Ulte, sorry, Ulte. Want anders pak je zo'n trainer niet. Waarom zou je een jonge trainer, als die blijkbaar geen mooie palmares heeft, bij zo'n zware klus aan gaan stellen en dan ook nog in die grote schoenen van Henk de Jong moeten stappen? Ja, hij overtuigt ook wel. Dus dat is reputatie en referentie. Prima. Ja. Leuk voor hem. Heren, Fortuna is in Turkije. Die hebben een oefenwedstrijdje vanmiddag gespeeld tegen de Turkse nummer 3. Dit zijn de beelden. Net uit Turkije overgekomen Adana Demirspor. Met Yilmaz en Gladon in de splits. En Gladon, op aangeven van Yilmaz, die maakt de 1-0. In de eerste helft zitten we nog. We zijn pas net begonnen eigenlijk. Dit is eigenlijk de eerste van twee oefenwedstrijden die zij een korte tijd spelen. Donderdag spelen ze de finale van dit mini-toernooitje. En verderop in de eerste helft is de nummer 3 van Turkije is op 1-1 gekomen. En dan weer een assist van Yilmaz. En dit keer is het Embalo die deze kans verzilvert. En dus weet Fortuna vandaag te winnen met 2-1 van de Turken. Alle bedoel van de nummer 3. Ja. Toch? Is toch niet niks, hè? Ja. Maar het is trainingskamp. Hè? En dus je traint waarschijnlijk ook nog 1 of 2 keer voor deze wedstrijd. De tegenstander ook nog. Je weet ook niet, speelt de tegenstander met de beste 11? Of is het een elftal wat gemixt is? Lang verhaal. Je kunt beter winnen dan verliezen. Nee, het is altijd belangrijk dat je de winst meeneemt. Dat denk ik wel. Maar, ja. Is het van jou niet nu een hele drukke periode, nu de winter, de transferwinter weer open gaat, of niet? Nee, het werk is eigenlijk allemaal gedaan. Precies. Kijk, bijvoorbeeld een Yannick van Os, is de doelman van Fortuna, is bij jou bekend. Hij heeft lange tijd eerste doelman geweest en later op het tweede plan gekomen. Ja. Die heeft een interview gegeven aan Sam Kalen, die was in Turkije, over die afgelopen tijd. Hoe is dat voor hem geweest? Ik zeg eerlijk, in het begin was dat wel een klap voor mij, die ik niet zo snel had zien aankomen. Misschien vorig jaar had ik hem wel meer zien aankomen, maar misschien dit jaar niet zo. Dus de eerste paar weken waren gewoon lastig en zeker op wedstrijddagen waar het eigenlijk om gaat. Je bent wel onderdeel van het team, maar als je bijvoorbeeld wint, je voelt niet dat je iets hebt bijgedragen en dat is gewoon lastig. Maar wat ik zeg, ik ben professioneel genoeg daarvoor om gewoon hard te blijven werken en als het team mij nodig heeft, zal ik er staan. En ook voor mijn eigen ontwikkeling, weet je. Stel, dus gaat daar een andere club komen. Misschien al in de winter, dan moet ik er ook gewoon ready zijn. En mocht er niks komen of niks interessants, dan zal ik hier gewoon keihard mijn best blijven doen. En voor de jongens er zijn en voor mezelf. Maar als er een mooie optie komt, dan ga ik daar zeker over nadenken. Ja. Wat zou jij zo'n jongen adviseren als scout van Manchester United? Nou ja, ik vind zijn instelling al prima als ik dit hoor. Dus dat is al heel belangrijk, ook signaal wat hij afgeeft. En je moet gelukkig zijn. En als je niet gelukkig bent, kan je geen prestatie leveren. Dat is het belangrijkste. Ja. En hij doet dit heel professioneel, maar hij is niet gelukkig. Nee, tuurlijk niet. Hij zegt ook, op deze leeftijd, hij is 25 jaar. Ja. Hij moet inderdaad ook gewoon spelen. Ja, dus moet hij dat doen. Vervelend is, als keeper heb je maar 1 positie waar je terecht kunt. Hè? En als er toevallig eentje staat die het aardig doet, dan ben je reservekeeper. Ja. We hebben met keepers gewerkt, die hebben een hele leven reservekeeper gespeeld. Maar dat is echt zo. Had een eerste keeper, dan raakte nooit geblesseerd. Ja, dan was je reservekeeper. Ja. En dat was ook de titel, ik ben reservekeeper bij MVV. Ja. Marcel Spa, Wim Düsseldorf, noem ze maar op. Ja, dan was je reservekeeper. Ja, dat is tegenwoordig niet. Iedereen wil de eerste keeper zijn, maar dat kan natuurlijk ook niet. Nee, maar ik kan wel uit ervaring zeggen, die carrière die vliegt voorbij. Kijk, en als je 17, 18, 19 bent, denk je van jeetje, hoe lang moet ik nog? En wat is dit hard allemaal? Want plezier, het is niet altijd plezier. Maar als je 25 bent, dan gaat het heel snel. Ja. Dus hij moet gewoon lekker gaan spelen en gewoon lekker gelukkig zijn. Want hoe lang kan een doelman mee, normaal gesproken, behalve Buffon? Nou ja, als je lichaam... Pas weer. Ja. Tot 40 blijkbaar. Ja, kun je nog in Oranje. Ja, dat ligt aan jezelf, hoe je leeftijd is. Dus je kan ook als voetballer in deze tijd tussen de 35 en 40. Ja. Ik heb zelfs na 4 zware blessures tot 35 doorgespeeld. Als je leefstijl oké is, dan... En ondanks of dankzij je leefstijl? Nou... Je weet het zwaar. Ik ben wel begonnen, joh. Maar toen ook al, of niet? Nee, was heel serieus. Precies. Dan is het dus dankzij, ook mede dankzij je instelling. Ja.
Komende zondag speelt MVV uit bij VVV. Ja, MVV is... hebben wij nog nooit verloren. Ja, wij sowieso niet. Nou, MVV heeft al sinds 2006 niet meer gewonnen in Venlo. Echt waar? Ja. Wij gingen echt, ik zeg dat hier wel eens ludiek. Venlo had een mooie voetballende ploeg. Wij hadden een paar hele goede voetballers en we hadden ook een paar echte stoere kerels. En wij hadden nul stress als wij thuis of uit naar Venlo voetbalden. Ja, er was ook geen derby voor jullie. Veel voelde niet. Nee, maar ik heb dat twee keer tegen gescoord. Weet je nog, die van mij van 30 meter aan de kruising, John Rooks. Liep nog naar John. Niet, ik zeg, John, je mag ook met je handen. Maar goed, we hebben hele andere tegenstand, hele andere tijden ook niet. Nee, maar nu, ja, het is de afgelopen jaren 2-0, 3-0, ja. 1-0. Maar sinds 2006 niet meer gewonnen. 2006 was de laatste keer 1-3 gewonnen in Venlo. Maar ja, als je kijkt hoe MVV er nu voor staat. Venlo heeft zich de laatste weken ietsje weer opgericht. Ja. Ik zou een beetje letten op Sven Brake. Dat is degene die de meeste doelpunten maakt daar. En MVV staat gewoon heel goed. Nadat de baken bij Jong Utrecht, dacht ik trouwens, van als het nu maar niet een soort matslide wordt. Ja, nou ja, dat hebben ze tegen Almere thuis gewonnen. Ja. Constans is er niet bij, is geschorst. Dat is wel heel vervelend. Dat is jammer, ja. Dus heel sterk uit Noorwegen teruggekomen, Zweden. Ja. Waar kwam die vandaan? Zweden. Ja, twee keer zo groot en twee keer zo sterk teruggekomen uit dat buitenlandse avontuur. En ja, is een van de dragende spelers. Dus dat is wel heel jammer. Tot slot, Eerste Divisie in Nederland, die spelen nu nog twee wedstrijden. En dan is winterstop. Ja. De hele Divisie heeft gewoon winterstop. Ja. Weet jij daarvan? De clubs vinden het allemaal KUT, volgens mij. Ja, kijk, ik kom uit een andere regio. En daar kan je geen voetbal spelen, daar ligt sneeuw. Ja. Dus dat is duidelijk dat er winterstop is. Maar dan rijden treinen maar altijd op tijd ook, hè? Ja. Zeggen ze hier altijd. Ja. Nou ja, kijk, van de andere kant, dus in Engeland, Schotland ook, je speelt gewoon door normaal in de winter. En ja, dan ga je door. Maar ja, ik vind het wel belangrijk. Kijk, ook het aantal, in de eerste divisie misschien iets minder, maar het aantal wedstrijden wat deze jongens moeten spelen in het profvoetballen. Dus het is ook voor de periodisering heel belangrijk dat je ook wel even een break hebt. Dus ik vind dat wel belangrijk. Ja, maar zo twee wedstrijdjes tussendoor, dat is gewoon fijn. Nee, maar ja. Maar het is zoals het is. Dat is een uitzondering. Laten we zeggen dat het een uitzondering is. Ja, laten we het hopen. Hè? Want jullie zijn niet zo van de winter-WK's, hè? Nee. Nee, definitief. Tot slot, vrijdag. Zeg het maar. Tegen Argentinië. Ja. Kan vriezen, kan dooien. Ik denk wel dat we verliezen. Ik denk dat we met 2-1 verliezen. Meneer Benneker. Chauvinist, wij winnen 2-1. Waar gaan we kijken trouwens? De stad, denk ik. Ja, de stad. Ja, dan maken ze nog een kans. Dan maken ze nog een kans. We dit erin laten of moeten we dit eruit knippen? Niks eruit knippen. Dankjewel voor de komst, heren. Fijn dat jullie er waren. Maandag zijn we er weer op televisie bij Alleen om 7 uur. Tot dan.